Claude, Claude, ja, gij. Kun jij een keer iets meer in het midden komen staan? Ja, in het midden, vooraan. Hier voor het scherm. Ja, dank u wel. Perfect. Claude, uw goede vrienden en trouwe klanten van het misverstand en uw dichte familie hebben een cadeautje bedacht. Iets origineel. Iets wat 40 jaar geleden nog niet bestond. En iets waar je waarschijnlijk binnen 40 jaar nog veel plezier zult aan hebben. Maar het belangrijkste is dat je begrijpt dat het een cadeau is die we niet hebben kunnen inpakken en die we dus maar op video hebben gezet. Het is een cadeau uit ons volle hart en ik hoop dat je er plezier aan beleeft, ook vanavond. Zijn jullie hier? Ça va? Ja. Is iedereen? Ja. Gemeente geloven. Herstrengen naar het misverstand. Het tofste café van het Vlaamse land. Wat ik daar zag heeft me blij gemaakt. De boos is toch nog eens in het 40 geraakt. Ik zag een liepje achter een toog en hij draaide daar een plaatje. De minder gelovigen, dat was nog eens een plaatje. Niet zoals in de meeste cafés waar een zatte patroon met een dikke nek en een proper kostuumje voor zijn banale klanten een cassetje oplegt. Nee, het was een enthousiaste veertiger die elke dag voor zijn boterham vecht. Ik bezweer me bij de gelovigen. En wij gaan uit, wij gaan uit, wij gaan uit, oeh, ik ga dat misverstand. Wij gaan uit, wij gaan uit, wij gaan uit, oeh, ik ga dat misverstand. Een beetje rock, een beetje blues, een beetje jazz, een beetje house, een beetje Frans, een beetje funk, een beetje soul, en het is altijd ambiance. Een beetje rock. Ik ben minder gelogen. Waarom verliest Claude toch zoveel haar? Oh nee, ah ja, dat is juist, die meisje is toch 140 jaar. Oh nee, heeft hem geen dubbele Bacardi? Oh nee, want ons krijgt hij te veel fantasie. Oh nee, de strootjes vliegen in het rond. Oh nee, op zijn leeftijd is dan niet gezond. Geef hem nog een sigaret. En leg hem tot smoor eens hier in zijn bed. En geef hem vuur. Geef hem vuur. Geef hem vuur. Een beetje blues, een beetje jazz, een beetje house.
Naar de keer hoe? Naar de keer hoe?